Welkom op KFC ITV met deze week twee wedstrijdverslagen. We beginnen met ons eerste elftal op het terrein van Kapellen. En we volgen onze gewestelijke U13 ploeg die het opnam tegen de tweede uit het klassement. Isegem op bezoek bij Kapellen die met Snelders, Schokkaard, Van Imschot en trainer Jan Keulemans veel bekend volk in de ploeg heeft. Bij Isegem was er een plaats op de bank voor Gabriel Rogiers, afgelopen seizoen nog een van de sterkhouders van onze U17 kampioenenploeg. Ondanks al die bekende namen kregen we een zeer matige eerste helft te zien met weinig kansen. Dreiging was er voor de rood-zwarte thuisploeg via een hoekschop en een trap naast het doel. Isegem probeert het vooral met een goede organisatie, maar kan weinig kansen afdwingen. Na een vrije trap kan Verkouter uithalen van op afstand. Wat ongelukkig balverlies van de thuisploeg. Fofana komt bij de bal, maar ziet de vrijlopende drie niet lopen en kiest voor de verkeerde optie. De laatste gevaarlijke fase voor de rust is een vrije trap van Kapellen. De bal blijft wat hangen, maar weggewerkt voor het doel. We gaan rusten met een logische 0-0 cijfer. Trainer De Kenne moet meteen na de rust Fofana vervangen met een blessure door Popelier, maar het komt meteen op achterstand. De bal komt bij Schokkaard, die in één tijd knap binnentrapt. Isegem moet nu wel zijn verdedigende stelling verlaten, het haalt de achterlijn. Koch trapt hoog over. De thuisploeg met de sterke Michel aan de bal. Verhoten moet redding brengen met de voeten. Isegem zet een hoog druk op de tegenstander. En net voordat Koch kan afdrukken, wordt hij onderuit gehaald. De thuisdoelman brengt redding met de vuisten op de harde loeier. Net een uur gespeeld, een goede voorzet en het is Van Imschot die aan de tweede paal kan binnentikken. Het ziet er benard uit voor Isegem. Toch gaat Isegem nog op zoek naar de aansluitingstreffer. Verzelen kan nog scherp voorbrengen, maar de doelpoging van Wittezalle wordt in hoekschop verwerkt. Deze wordt weggewerkt aan de eerste paal. Isegem heel dicht bij de 2-1. Een combinatie door het centrum. De bal komt bij Popelier, die op de bovenkant lat besluit. Kapellen profiteert optimaal van de geboden ruimte. De bal komt bij Michel, die met de 3-0 de wedstrijd beslist. Het geloof bij Isegem is weg en het is Van den Brand die met een lage schuiver de zege nog kan verruimen voor Kapellen. Merier nog met een vrije trap in de handen van de doelman. De vrije trap van de thuisploeg is beter met een bal op de paal. Eindstand 4-0 en Isegem krijgt stilaan terug wat nood aan punten. Het speelt volgende week tegen Racing Mechelen. Isegem kan dan wel rekenen op 500 jeugdsupporters. We volgen het topduel in de gewestelijke U13-reeks tussen FC Houtem, momenteel tweede in de stand met 20 punten, gevolgd door KFCI, die een wedstrijd minder heeft gespeeld en 15 punten telt. Winst voor Isegem zou betekenen dat het terug aansluiting vindt met de top 2. Het zijn de bezoekers die de beste start nemen met meteen een doelpoging. Aan de tweede paal wordt naast het doel afgewerkt. Opnieuw Houtem die in de 16 komt, maar ook nu laat de afwerking het afweten. Na een zevental minuten kon Isegem meer balbezit opeisen en het was een eerste keer gevaarlijk via de tegenaanval. De hoekschop die volgt wordt nog weggeduwd door de doelman,
Maar het is kapitein Robin Buyse die de 1-0 tegen de netten trapt. De reactie meteen van Houtem. Met een schot naast het doel. Toch is het Izegem die het laatste kwartier van de eerste helft domineert. Grote uitgespeelde kansen kregen we achter weinig te zien. Er werd dan maar geprobeerd van op grote afstand. Izegem ging steeds beter combineren. En de bezoekers konden rekenen op een attente doelman. Opnieuw onze rood-zwarten met een goede voorzet. Onze aanvallers komen net te laat. Het is duidelijk dat de nummer 3 in het klassement de tweede aan het overspelen is. De 1-0 bleef achter op het bord. De tweede helft begint zoals de eerste, met de eerste dreiging van de bezoekers. Izegem kan op een attente doelman Jentel terrein rekenen, die even later een hard shot naast het doel ziet vliegen. Toen Izegem terug begon te combineren, nam het opnieuw het overwicht. Doch met een krappe 1-0 voorsprong bleef de spanning in de wedstrijd. Tegenaanval van onze rood-zwarten, die het opnieuw goed uitspelen. En hier zagen we dat op het moment van de pas dit duidelijk geen buitenspel was. Izegem nu uitdrukkelijk op zoek naar het tweede doelpunt, waar het voorlopig niet leek in te slagen. Het bleef achteruitkijken voor de gelijkmaker. Onze doelman heeft geen problemen met het verre schot. Izegem krijgt steeds meer ruimte op de tegenaanval, maar voorlopig kan het daar niet van profiteren dankzij een goede bezoekende doelman. We naderen de slotfase en de spanning loopt steeds hoger op. Een goede voorzet die blijft liggen in het water voor het doel. Dit noemen ze dan het thuisvoordeel volledig benutten. Nog een gelukje voor Izegem met een kopbal net naast de kruising. Tijd aan Izegem om iets terug te doen. Het komt met veel volk in de 16. Maar wordt afgewerkt in de handen van de doelman. Tegenaanval Izegem. Mooi uitgespeeld, maar opnieuw ligt de doelman in de weg. Even later kregen we een identieke aanval van onze rood-zwarten. Het is opnieuw onze kapitein die met een bal tussendoor Robbe van Asten kan lanceren. Die nu wel beheerst afwerkt en Izegem op een veilige 2-0 voorsprong brengt. Vrije trap. En opnieuw de snelle Robin van Asten aan de hal. Deze legt onbotzuchtig de bal af zoals het moet, maar ziet deze geweerd. De laatste kans van de wedstrijd is nog voor onze bezoekers uit Houtem. Met een snelle tegenaanval. En een goede voorzet. Maar de linkeraanvaller weet niet te besluiten.
Onze U13-ploeg onder leiding van Jurgen Terijn, die het onlangs overnam van Tony de Koning, wint met 2-0 het topduel en komt in het vizier van de tweede plaats. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.